De afdeling cardiologie verdwijnt niet volledig uit Den Helder, maar wordt wel zodanig uitgekleed dat het niet meer als volwaardige cardiologieafdeling kan functioneren. En dit kan grote gevolgen hebben. Dat komt voor de gezondheid van de mensen niet ten goede. Dat gaat levens kosten. Ook Nico van Delft van Stadspartij Den Helder is het ermee eens. Hij weet als geen ander hoe belangrijk een volwaardige cardiologieafdeling kan zijn. Ik ben vorig jaar geopereerd aan mijn heup. Dus het chemische ziekenhuis gebeurt naar alle tevredenheid. En daarna kwam er een complicatie bij dat ik hartritmestoornissen kreeg. En dan ben ik toch blij dat, toch een volwaardig, dat je in een volwaardig ziekenhuis ligt. En hij is niet de enige die vindt dat een volwaardige cardiologieafdeling in de buurt belangrijk kan zijn. Mijn vader die heeft uh, hartfalen gehad. Hij is inmiddels overleden. Maar uh, we hebben regelmatig, vooral s'nachts, uh, uh, hartzorg nodig gehad. En dan konden we hier altijd terecht. Hele fijne afdeling, goed geholpen. Het is gewoon verschrikkelijk dat het weggaat. Ook de huisartsen op Texel vinden het onbegrijpelijk... dat de afdeling klinische cardiologie verdwijnt. Zonder dat enig overleg met ze is geweest. En ik begrijp gewoon niet dat de huisartsen daar niet bij betrokken zijn. Er is dus überhaupt inderdaad geen overleg geweest. Men heeft kennelijk een beslissing genomen. En uh, ik hoop van harte dat, uh, dat ze die gaan terugdraaien. De gemeenteraad heeft inmiddels een motie ingediend... En deze is ook naar het ziekenhuisbestuur gestuurd. Nico van Delft hoopt dat het bestuur nu toch het besluit terug gaat draaien. Denk er eens goed over na. Denk aan je patiënten. En dat is het belangrijkste.